Dag dames en heren, welkom bij deze nieuwe 30-daagse video. De laatste van deze meteorologische lente, want volgende week gaat de maand juni van start en dan begint de meteorologische zomer dus al. Nou, we hebben een vrij natte lente achter de rug met vooral tot en met half mei lokaal flinke hoeveelheden regen. Maar sindsdien is het eigenlijk droog en we staan aan de vooravond van een langdurig droge en vrij zonnige periode. Daarbij wisselt de temperatuur wel behoorlijk en dat gaan we in deze verwachting zien hoeveel warmte er in juni al verwacht wordt en vooral ook in de loop van juni ook eventueel kans op onweersbuien. Nou, we beginnen met de luchtdrukafwijking voor de komende week, dus de laatste week van mei en de eerste dagen van juni. En dan zien we dat er aan de huidige verdeling eigenlijk niet zo heel veel verandert. Nog altijd ligt er een krachtig hoge drukgebied ten noorden en noordwesten van ons. Dat zorgt voor een noordelijke stroming met de aanvoer van relatief koude lucht over de Noordzee. Het zeewater is natuurlijk nog koud in deze tijd van het jaar, een graad of 11, 12 op de meeste plaatsen. En zodra de lucht over dat koude wateroppervlak stroomt, ja, koelt het natuurlijk af. En dat levert temperaturen op, in ieder geval in de kustgebieden, toch wel onder normaal. Dieper landinwaarts kan dat al snel wel wat warmer worden met een graad of 20. Maar zelfs dan is het nog een fractie te koud voor deze tijd van het jaar. Nou, dat zien we ook duidelijk terug op de temperatuurafwijking voor de komende week. Een groot blauw gebied in onze omgeving en dat heeft vooral ook te maken met de nachtelijke temperaturen, want in die relatief koude lucht, ja, koelt het 's nachts flink af. Lokaal zijn zelfs temperaturen tot onder de 5 graden nog mogelijk, met name in het binnenland. En dat drukt nogal heftig op deze kaart, daardoor is de afwijking behoorlijk onder normaal. Gaan we wat verder naar het zuiden van Europa kijken, dan zien we hier ongeveer een grens liggen met de warme lucht en daaronder is het juist veel warmer dan normaal. En het is best mogelijk dat gedurende enkele dagen, halverwege volgende week, die warme lucht even wat verder naar het noorden opstoomt, waardoor wij ook tijdelijk, met name in de zuidelijke helft van het land, misschien wel met zomerse temperaturen te maken gaan krijgen. Nou, op den duur dus geleidelijk wel weer die noordelijke stroming en dan raken we die warmte ook waarschijnlijk weer kwijt. Dat zien we ook op de pluimverwachting, met name halverwege volgende week een paar pieken, vrij hoge pieken. In het zuiden van het land wellicht 25 graden, maar daarna neemt de onzekerheid flink toe. Gaat de gemiddelde temperatuur in ieder geval weer wat omlaag en dat heeft dus weer te maken met die nieuwe noordelijke stroming. Nou, 's nachts hebben we gemiddeld temperaturen rond een graad of 7, maar in het binnenland kan het soms dus veel verder afkoelen. En dat hoge drukgebied gaat gepaard met opvallend droog weer. Niet alleen bij ons, maar in een heel groot deel van West-Noordwest-Europa is het de komende tijd gewoon in zijn geheel droog en vrij zonnig. En dat zorgt ook voor een flinke verdamping. Zeker nu de dagen behoorlijk lang zijn. Helemaal in het zuiden van Europa, zuidoosten van Europa, daar zien we wel signalen voor buien, maar die blijven voorlopig ver bij ons vandaan. Ook goed te zien op de pluimverwachting van de neerslag. Op termijn zou er eens een keer een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen, maar dan praten we echt over minstens een week tot anderhalve week verder. Tot die tijd is het gewoon overal droog. Gaan we dan wat verder kijken richting half juni, dan zien we dat er wel wat gaat veranderen aan de luchtdrukverdeling. Nog altijd is de indicatie voor hoge luchtdruk ten noorden van ons duidelijk aanwezig, maar geleidelijk aan stoomt de lage luchtdruk vanuit het zuidwesten van Europa langzaam wat verder op richting onze omgeving. En dat zorgt ervoor dat de kans op een noordenwind in elk geval wat afneemt en de kans op een zuid- of zuidoostenwind geleidelijk wat groter wordt. Dat zien we ook terug op de temperatuurverwachting in die periode. Dat is een week eerder al, de eerste week van juni. Dan zien we dat de blauwe kleuren langzaam vervagen, nog wel een klein beetje aanwezig zijn in onze omgeving. Maar geleidelijk ook al wat meer rode kleuren. Dat betekent dat de temperatuur gemiddeld genomen wat hoger gaat uitkomen. Dat zal vooral dus op de nachttemperatuur neerkomen. Overdag verandert er waarschijnlijk niet zoveel, temperatuur rond een graad of 20 gemiddeld genomen. Maar zo af en toe kan er ook wel eens een warmere dag tussen zitten. Er is echter nogal wat onzekerheid aanwezig en dat is op deze kaart weergegeven. Hier staan 4 clusters in het ensemble. Dat zijn die groene lijntjes die we ook in de pluimverwachtingen soms zien. En die worden hier verdeeld in verschillende scenario's. Dit is voor de eerste week zo'n beetje van juni. En dan zien we dat het grootste cluster, dus de meeste scenario's, gaan voor een hoge drukgebied ten noordwesten van ons, met hier dus een veelal noordelijke stroming. Maar we zien op den duur ook wat andere clusters verschijnen. Dus scenario's die de situatie laten veranderen. Want zowel deze
als deze zien we een hoogtetrog langzaam uitzakken ten westen van ons of boven ons hoofd. Daar zit vooral nog onzekerheid in. En die hoogtetrog zien we in het eerste scenario ook wel. Maar daar ligt die ten noorden van ons, ten noordoosten van ons. En dat zou alleen maar die noordenwind stimuleren. In deze twee gevallen komt die hoogtetrog nipt ten westen van ons uit. In dat geval krijgen we te maken met een veel warmere zuid- tot zuidwestelijke stroming. Met dus ook de kans op zomerse dagen en wellicht een paar regen- en onweersbuien op termijn. Nou, die verdeling is ongeveer gelijk, dus hier heerst nog heel veel onzekerheid in. Dat maakt de verwachting ook best onduidelijk voor verder dan een week vooruit. Dat gezegd hebbende, het kan eigenlijk alle kanten op vanaf die tijd. Maar dit zijn dus wel de twee duidelijke scenario's waar we rekening mee moeten houden. Dus of een koude noordelijke stroming met die hoogtetrog net ten oosten van ons, of dus juist een veel warmere zuidwest- tot zuidelijke stroming met die hoogtetrog iets ten westen van ons en in dat geval dus ook wat grotere kans op onweer. Niet alleen bij ons, maar ook elders in West-Europa. Nou, de komende dagen, halve week, zal wel langzaamaan duidelijk gaan worden welke kant we dan opgaan. Dat heeft ook effect op de neerslaggeveelheid. De oranje kleuren zijn richting half juni echt wel verdwenen. Dan krijgen we langzaamaan te maken met wat onstabieler weer, met name boven Centraal- en Zuid-Europa ook. De kans op buien neemt geleidelijk toe. Daarbij komt in deze tijd van het jaar uiteraard ook vrij regelmatig onweer voor. Maar hoe zwaar die buien dan kunnen worden, ja, dat moeten we natuurlijk even afwachten richting die termijn. Dat is nu nog veel te vroeg. Qua temperatuurverdeling richting half juni. Als die buien langzaam naar het noorden komen, komt die warme lucht ook langzaam naar het noorden. Dat betekent steeds meer rode kleuren op de langere termijn. Kans op zomerse dagen, temperaturen van 25 graden, soms wat hoger. Maar er zullen ook zeker dagen zijn met wat meer bewolking en waar het wat kouder blijft. Helemaal als dat scenario met die wat overtuigendere noordelijke wind dus wel aanwezig blijft. Boven Zuid-Europa is eigenlijk van hitte niet zoveel sprake. Daar zien we vooral blauwe kleuren. Dat is voor daar nog altijd wel vaak zomers warm. Want de langjarige gemiddelden liggen daar natuurlijk vaak veel hoger in deze tijd van het jaar. Maar daar blijft het over het algemeen toch wel behoorlijk wisselvallig.